Rotterdam, worden schooltassen gecontroleerd? Op de scholen waar plunderpubers zitten. En we hadden het er van de week al even over. Het zijn jongeren die met een groep massaal winkels binnenvallen en vervolgens mensen met messen bedreigen. En we zien het hier. Vervolgens dus ook met de spullen er vandoor gaan. Ze dragen bivakmutsen. Nou, dit is iets wat gaande is in Amsterdam, maar ook in Rotterdam. En burgemeester Abu Taleb heeft in Rotterdam dus besloten dat de namen van deze mensen die zijn opgepakt, of ja, jongeren, het zijn kinderen tussen de 11 en de 18 jaar, dat die worden doorgegeven aan de scholen. En daar moeten de kinderen zich vervolgens melden. En dan wordt er gekeken of ze geen messen bij zich hebben. Daar gaat het dus om. Niet of ze spullen hebben gestolen, maar of ze niet een mes bij zich hebben. Want vrij recent is er nog een van de jongeren die betrokken was bij zo'n plundering ook weer aangehouden, omdat hij iemand met datzelfde mes had neergestoken. Ja, dit zijn bizarre beelden als je ziet hoe het er daaraan toe gaat. Abu Taleb die dus nu met een oplossing probeert te komen. Denkt u dat dit werkt? Het wordt weer bij de scholen neergelegd, hè? En dat vind ik heel erg. Want kinderen van die leeftijd hebben namelijk ouders. En die ouders die moeten weten wat er in die schooltasjes verdwijnt. En die ouders moeten zien dat hun kind van 15, die geen baantje heeft, ineens bepaalde gimpen heeft. Of bepaalde apparatuur heeft. En het is makkelijk om dat bij de scholen neer te leggen. Maar ik vind het ook gewoon gevaarlijk. Docenten die in tassen van kinderen moeten kijken. Politieagent moeten spelen. Splinter, wat denk jij? Was dit volgens jou de oplossing? Nou, ik ben het hier wel eens met mevrouw Nanninga. Plus dat ik... We gaan zo meteen hebben over het onderzoek van het CBS over jongeren en hoe tevreden zijn met hun leven. Deze jongen zaten volgens mij niet in dat onderzoek. Het is natuurlijk een beetje... het is natuurlijk te schandalig voor woorden. En ik hoop dat die ouders ook de controle hebben om de jongeren op te voeden. Ja. Als ik thuis me misdroeg, dan zou ik nog steeds mijn ouders niet durven tegenspreken. Ik weet dat mijn moeder kijkt. En ik denk dat ze toch wel ergens enorm steekje los. En ik hoop dat de jongeren ook, moet ik wel zeggen, dan misschien begeleid worden. Op die manier dat ze toch begrijpen dat dit niet is hoe het werkt. Nou, inderdaad, ja.